Ja, en dan zijn wij ook hier vertrokken met acht rijders sterk. En wij gaan kijken naar die man uit Nuland. Wij gaan kijken naar Tom van Dinter. Hij hier als snelste weg neemt met zich mee namens de huidige Jochem Visser hier op plekje nummer 2. Is Sander Hagen daar dan op die derde? Maar zoals we eerder vandaag in die manches ook al hebben gezien, zit er echt nog wel wat inhaalwerk hier bij deze mannen in. Het is momenteel nog steeds Tom van Dinter op plek nummer 1. Het is nog steeds Jochem Visser op plekje nummer 2. Christian Verhagen daar dan op die derde positie. En tussen Richard Bol op plekje nummer 4. En dan is het de vraag of dat dit inderdaad de uitslag gaat zijn hier vandaag. Of dat we nog gaan kijken naar wat inhaalacties. Winnaar hier in ieder geval Tom van Dinter voor Jochem Visser. En op het nippertje daar Richard Bol als derde.